De Nederlandse veehouderij is een belangrijke bron van ammoniakuitstoot. En dat is een probleem voor de natuur, want het gaat ten koste van de biodiversiteit. De overheid heeft dan ook maatregelen genomen om die ammoniakuitstoot terug te dringen. Maar die zijn niet onomstreden, die maatregelen. Veel boeren zijn daar toch niet blij mee. Dat zijn dure maatregelen die ook ingrijpen op hun bedrijfsvoering. Je ziet dat de laatste jaren die discussie steeds meer een wetenschappelijk karakter krijgt. Er zijn kritische wetenschappers die vraagtekens stellen bij de onderbouwing van die beleidsmaatregelen. De boeren verwijzen voor hun kritiek op die maatregelen ook steeds meer naar die wetenschappelijke kritiek. Voor ons is het om twee redenen interessant. Ten eerste hebben we al eerder gekeken naar soortgelijke controverses rond evidence-based policy. Dus beleidsmaatregelen die verwijzen naar wetenschappelijke uitkomsten. Daarnaast gaat het over een interessant en belangrijk thema, namelijk de duurzaamheid van de landbouw. Wij hebben de betrokken partijen geïnterviewd. Dan moet je zowel denken aan de kritische boeren als aan landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties die ook een rol spelen in dat dossier en verschillende wetenschappers die hierbij betrokken zijn. Ja, het is echt een controverse. Ja, het zit heel erg vast op verschillende aspecten, zowel die belangen als die wetenschappelijke inzichten. Maar de meeste partijen zijn wel bereid om de dialoog aan te gaan, want ze daar misschien niet altijd even hoge verwachtingen van hebben. Je moet niet denken dat zo'n hardnekkige controverse, dat je die met één bijeenkomst oplost. Daar is meer voor nodig.